Vind jij dat mensen gemaakt zijn om de rest van je leven met één persoon te blijven? Of denk jij dat dat is? Het kan, denk ik wel. Het kan, maar... Het kan. Niet voor iedereen. Maar zeker niet voor iedereen, hè. Het is gewoon dat je zo vaak hoort dat mensen trouwen, scheiden of ongelukkig zijn in een huwelijk. Ik denk niet dat dat in onze natuur ligt. Niet in onze natuur? Ik denk dat niet. Het is een heel leuk idee, maar ja, van waar komt dat idee? Want wat maakt dat we denken dat dat wel zou werken? Stel dat je nooit een film had gezien, stel dat je nooit muziek had geluisterd, stel dat je nooit zoiets gezien, zo de picture perfect, als dat niet bestond in je hoofd. Maar ik denk niet dat je snel voor eeuwig met iemand samen zou zijn. Het is gewoon, je bent verliefd en je wilt een persoon... Je wilt gewoon niet dat die andere persoon nog met iemand anders iets gaat doen. Dus je claimt die, in a way. Dat is mijn persoon. Ja. Ja, en dat is wel... Maar ik denk dat het mogelijk is, hè. Ik bedoel, mijn ouders zijn gelukkig getrouwd. Dus dat is gewoon door de dingen die ik ook zie van mensen die scheiden en shit. Vond ik dat wel een interessant ding om na te denken. Omdat er ook meer en meer van die verschillende vormen van relaties zijn. Zo polyamoreuze relaties en zo. Dat je gewoon met meerdere mensen één relatie hebben. Als dat werkt voor u. Ja. Doe je ding, zou ik zeggen. Exact. Ik denk niet dat dat monogamie dat echt in onze natuur zit. Maar zou jij zelf trouwen? Of? Trouwen niet. Oké. Ik zie niet echt het nuttig in dat de staat echt zo zegt van ja, jullie zijn samen, jullie moeten ervoor betalen. En vanaf dat iemand een kant opgaat, moet je ineens zit je in de financiële struggle of moet je ineens voor het gerecht. Ik denk dat ik wel volwassen genoeg ben. En ik hoop dat die andere persoon ook volwassen genoeg is. Van, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Dan gaat er geen spelletje of zo van maken. Dus trouwen sowieso niet, want dat heeft ook weinig betekenis. Ja. Leven voor mij. Ja, nee, misschien wel zo een feest. Ja, en zo als ritueel, dan snap je toch? Om een relatie te vieren, dat als je gaat samenwonen dan of zo. Maar voor de staat of zo? Nee. Oké. Nee, ik denk niet dat dat nodig is. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon interessant. Ja, maar ik denk ook niet dat dat nog lang gaat. Nee, dat dan nog... Gaan. Ik denk wel dat mensen toch zeker een bepaalde groep altijd blijven hechten aan zo'n tradities. Zoals trouwen. Ik denk dat er superveel mensen gewoon dromen van een bruiloft. Dat kan, hè. Maar ik denk dat tradities altijd... Dat uitgedaagd moet worden en dat je dat moet zijn ding laten... Ik denk niet dat binnen 200 jaar dat nog zo gaat zijn zoals nu. Dat gaat ook bestaan, want soms werkt het ook gewoon. Maar ik denk niet dat het hetzelfde gaat zijn zoals nu. Ja. Want, allee, en misschien mag we ook, hè, want zoveel honderden jaren geleden was bij ons uithuwelijken of weet ik veel nog een ding. Ja. En ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat we toch... Allee, ik ben blij dat dat niet meer is, bijvoorbeeld. Nee, same. Ik zou niet kunnen leven met het idee dat mijn ouders zouden kiezen van... Yo, dit wordt de persoon dat jij je leven mee moet, dat jij kinderen mee moet maken. Nee. Dat zie ik niet zitten. Nee. Ja, wat je zegt ook van tradities moeten uitgedaagd worden en zo, dat vind ik ook wel gewoon interessant. Want inderdaad, heel veel van de regels die wij nu gewoon elke dag volgen, zijn gewoon van zoveel honderden jaren geleden soms opgeschreven door mensen die niet eens zoveel slimmer zijn dan wij. Tuurlijk. Of misschien niet per se slimmer zijn dan wij. Nee, en waarschijnlijk zijn wij nu slimmer. Ja. Evolutionair gezien.